Mishandelde kinderen, vooral de slachtoffers van seksueel misbruik, kunnen nu in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo terecht voor begeleiding. Dit zal geschieden via de sociale pediatrie-unit die vanmorgen is geopend. Door deze unit wordt de duur van het onderzoek naar kindermishandeling ingekort. Er zal gewerkt worden met diverse vakgebieden om optimale zorg te kunnen bieden aan slachtoffers. Dit werk kan je alleen samen doen. Dus samen is ook een sleutelwoord. Kinderen komen soms via de juf waarbij er vermoeden is. En de juf maakt dan contact met de politie en de politie maakt dan contact met mij. En dan via de unit coördineren we dan waar het kind naartoe moet. Maar dankzij deze unit nu, dus letterlijk, fysiek, kunnen kinderen gewoon hier onderzocht worden. Ik ben hier dus in de ruimte, in de onderzoeksruimte. En daar kan het onderzoek dan plaatsvinden. Daar overleggen wij met de gynaecologen om zo min als mogelijk trauma te veroorzaken bij het kind. Dus gewoon één keer een onderzoek doen. En dan hopen we zo eigenlijk een bijdrage te leveren. Volgens Kloof worden er jaarlijks ruim 400 kinderen behandeld voor mishandeling. Dit kan zijn seksueel misbruik of huiselijk geweld. Echter, er blijken veel meer gevallen te zijn die niet worden geregistreerd en daarin moet verandering komen. UNICEF-vertegenwoordiger Nicolas Pron geeft aan dat kinderen wereldwijd nog steeds te veel worden blootgesteld aan geweld. Dit schijnt ook het geval te zijn in Suriname. Uit een onderzoek van UNICEF in 2018 blijkt dat 80% van kinderen tussen de 2 en 14 jaar worden blootgesteld aan geweld. Preliminary results of a research on violence against children has confirmed these figures. About 87% of caregivers of school-aged children indicate that violence is actually used against children as a disciplinary measure. Another estimate states that about 5,000 children every year are experiencing violence with actual physical injuries. And more concerning, of course, and very sad, is that an estimated 8,000 children are experiencing sexual violence every year. De pediatrie-unit in het AZP is vanaf vandaag operationeel. Er zal langzamerhand worden gewerkt aan uitbreiding met verschillende diensten. Eén daarvan is een samenwerking met de Forensische Opsporingsdienst, zodat bepaalde gevallen snel opgelost kunnen worden. Eind van het jaar is het mijn streven dat deze koelkast hier dat gebruikt kan worden om forensisch materiaal, om DNA-onderzoek te kunnen afnemen, die dan kan worden onderzocht. Maar daarvoor moeten nog wet en regelgeving en de juiste partners. Dus het gaat langzaam steeds mooier en mooier worden.